Inge, jij bent van het Alzheimer Café. Wat gebeurt er nou op zo'n avond? Ja, het Alzheimer Café is eigenlijk een ontmoetingsplek voor mensen met een beginnende dementie, voor hun mantelzorgers, naasten en allerlei andere belangstellenden. Kan ook professioneel zijn allemaal. Het is tevens ook een informele avond. Je krijgt allerlei informatie. We hebben vast gastsprekers aanwezig. Vooral laagdrempelig. Je hoeft je ook niet aan te melden. Je kan altijd binnenstappen. Lekker kopje koffie, kopje thee, cake erbij. Wat ik altijd erg mooi vind is om als gespreksleider te verbinden. Je bent meer zo'n verbindende factor tussen de gastsprekers en de mensen in de zaal. En je hoopt eigenlijk op een mooie interactie, want dat zorgt voor herkenning, erkenning. Mensen komen daardoor met elkaar in gesprek. Dat vind ik echt een meerwaarde van het Alzheimer Trefpunt. Ja. Mogelijk wordt daardoor ook een taboe weggenomen voor wat betreft Alzheimer vergeetachtigheid. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, we proberen eigenlijk zo'n veilig mogelijke sfeer te creëren. Hè? Vertrouwde sfeer, dat mensen echt durven te spreken, hun ervaringen ook durven te benoemen. Wat ik straks zei, het is het laagdrempelige. Dat maakt toch ook al dat ze wat makkelijker aan het spreken komen. Maar we merken, er is ook een soort van schaamte. Het is lastig soms om erover te praten. En dat proberen we hier echt weg te halen. Vooral wat ik straks zei met de verhalen delen. Het stukje herkenning, maar ook de erkenning die daardoor komt. Dat maakt toch wel dat mensen je het verhaal durven te doen. Waar loop jij als verpleegkundig specialist tegenaan als vergeetachtigheid of dementie wordt geconstateerd? En dan bedoel ik zowel bij de patiënt als de familie. Wat ik merk is dat de diagnose MCI, dementie, vergeetachtigheid, daar ligt echt nog een taboe op. En dat is heel jammer, want we weten dat we mensen best wel goed kunnen helpen op het moment dat ze bij ons naar de poli in het ziekenhuis komen of als ze het bespreekbaar maken met naasten, bij de huisarts bespreekbaar maken, zodat we wel op tijd een diagnose kunnen stellen en eventueel adviezen en begeleiding daarop in kunnen zetten. Dus dat is echt iets wat we merken dat heel erg jammer is, dat er zo'n taboe op heerst. Hoe komen mensen bij jou en hoe vindt de begeleiding plaats? Patiënten komen bij mij in het ziekenhuis met een verwijsbrief van de huisarts of van een andere specialist of verpleegkundig specialist binnen het ziekenhuis. En die worden vaak verwezen met geheugenproblemen, met de vraagstelling wat is er aan de hand. Soms willen ze graag weten wat is eraan te doen, is er een behandeling en op die manier komen ze bij mij op de poli. En qua begeleiding is het met name, ik ben vooral betrokken bij de diagnose stellen en op het moment dat de medicatie gestart kan worden bij dementie, dan ben ik daar ook bij betrokken en begeleid ik iemand in dat proces. Maar in principe is de begeleiding, gaat weer terug naar de case manager in de thuissituatie en zij pakken de rest van het zorgtraject op. Sarah, stel een patiënt heeft de diagnose dementie gekregen. Dan komen ze bij jou. En wat is jouw taak dan in het proces? Ja, klopt. Nou, wat ik als geriatrieverpleegkundige doe, is ik geef uitleg over dementie en alles wat erbij komt kijken. Ik beantwoord vragen voor patiënt en familie. En neem ze mee aan de hand, zeg maar, om een voorproefje te geven over mogelijk hoe de toekomst eruit gaat zien en welke begeleiding zij kunnen krijgen en aanvragen. Hoe kan een toekomst eruit komen te zien? Maar over het algemeen kunnen we wel begeleiding inzetten in de thuissituatie. Uitleg geven over hoe de omgeving kan omgaan met gedragsproblemen. En hoe je de thuissituatie bijvoorbeeld als iemand nog zelfstandig woont veilig kan inrichten bijvoorbeeld. Als ik even kijk naar de onderbezetting in de zorg en de toegenomen vergrijzing. Kunnen jullie dan eigenlijk wel die zorg op voldoende niveau bieden? Wat ik begrijp is er een dubbele vergrijzing in de Achterhoek. Nou, hoe ouder je wordt, hoe meer kansen op dementie je hebt. We roeien met de riemen die we hebben, laten we het zo zeggen. En we proberen gewoon voor iedereen de beste zorg op maat te geven. En passend bij de patiënt. En eigenlijk is het altijd zo lang mogelijk het behoud van het zelfstandig functioneren van de patiënt. En daar proberen we ons op te richten.